Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag een shoplog, want het was natuurlijk Black Friday. En ja, ik zou ik niet zijn als ik dan niet eventjes de winkels digitaal zou gaan bekijken. Want ja, ik ben niet naar de winkels toe gegaan. Ik heb alleen maar online besteld. Ja, dat is toch een beetje het nieuwe gebeuren tegenwoordig. En het is heel grauw vandaag, dus ik heb een vrolijke trui aangedaan. Ik hoop dat jullie me goed kunnen zien, want het daglicht is waardeloos. Ik heb wel een ringlamp besteld, die zou er ook al zijn, maar die is er nog niet. Dus ja, we gaan het toch nog even zo doen, want ja, ik wil graag aan jullie deze kleren laten zien. Dus laten we maar gewoon gaan beginnen. Uiteraard zien jullie ook aanbeelden. Die film ik los hiervan, want die doe ik op de slaapkamer, want dan zien jullie mijn hele lijf. Dus ja, laten we maar gewoon gaan beginnen. Ik heb gewinkeld bij Mango, ASOS, ASOS en H&M. Dus ja, ik dacht aan de slag. Ik heb trouwens ook nog bij Stradivarius gewinkeld, maar die komt vandaag binnen. Maar dat zijn vooral zeg maar leggings voor thuis en zo. En ik hoop een winterjas. Mocht dat zo zijn en mocht ik hem geweldig vinden, dan doe ik hem hier misschien nog eventjes bij. Maar ja, verder zijn het vooral leggings en zo, gewoon comfy dingen voor het concept van thuiswerken. Dus ja, ik dacht, daar kan ik op gaan zitten wachten. Maar of het echt wat toevoegt, dat weet ik niet. Stradivarius is wel mijn all-time favorite winkel. Niet heel onbelangrijk, maar goed. Ik moet zeggen dat de Mango het de laatste tijd ook leuk doet. Dus daar ben ik ook eventjes wezen kijken. Daar heb ik natuurlijk laatst al een shoplog van opgenomen. Waar onder andere deze trui vandaan komt. Maar nu, ja, een jurk. Dit is echt een hele mooie, flowy, korte herfstjurk. Eigenlijk heb ik van alles een S. Ik ben 1,71 meter lang. En ik heb eigenlijk altijd een S. Maar jurk zoek bijna altijd een M, omdat ik ze anders vaak te kort vind vallen. Ik heb vrij grote borsten, dus dat trekt altijd een beetje omhoog. En vind ik dan niet zo charmant staan als het dan ja, te kort is. Zeker met kinderen, je de halve dag natuurlijk aan het bukken bent. Dus ik bestel eigenlijk altijd een M. Dus dat heb ik ook met dit jurkje gedaan. Hij is, ja, het is echt een herfstjurk. Ik dacht misschien wel leuk voor de kerst, voor zover we daar überhaupt iets aan gaan doen. Hij heeft hele mooie flowy mouwtjes met aan de einde zo'n elastiekje. En dan een beetje doorschijnend. Ik weet niet of je dat kan zien, maar het is echt een hele doorschijnende stof. Nou, je ziet het denk ik niet zo heel goed, maar hier zijn mijn vingers. En dan heeft hij hier mooie hoesjes. En hij heeft hier een centuurtje, zeg maar, of tenminste een waar je een strikje mee kan maken. Ik doe dat meestal voor, de meeste mensen doen het achter, maar ik, ja, ik vind voor vaak leuker staan bij mijn lichaam. En ik heb ook vaak als ik de strik achter doe, dat ik het gevoel heb dat ik een soort serveerster ben, zeg maar met zo'n schortje om. Maar goed, dat is heel persoonlijk. Het is deze. En het is een heel zwierig model. Ik denk wel dat hij super statisch kan worden. Ik vind het heel mooi dat die mouwen een beetje zo losvallen. En hij schijnt door, maar het is wel heel subtiel. Het décolleté is wel echt heel laag. Zo moet je wel echt, tenminste, ik zou er wat onder doen. In ieder geval zeker met mijn formaat. Het zijn hele mooie herfstkleuren. Het is alleen niet heel warm. En ik denk dat ik prima een, hoe heet het, een S-je had kunnen doen. Want hij is best wel ruim. Maar ik vind hem wel heel leuk. Ik ben benieuwd, wat vinden jullie ervan? Let niet op mijn extreem witte benen. Maar goed, dat negeren we eventjes. Ik heb ook wat besteld voor Elin. Eén truitje heeft ze nu al aan. Een grijs truitje. En deze ga ik terugsturen. Want deze is denk ik te klein. Of nou ja, te kort, laten we het zo zeggen. Wel heel leuk. Dit is een gewoon een lekker zacht truitje. Met een klein beetje leuke roesjes op de schouder. Dit is voor 2 tot 3 jaar. Maar Elin is vrij lang voor haar leeftijd. En ik denk gewoon dat deze te kort is. Dus deze gaat terug, maar de andere heeft ze dus wel. Maar dat is een grijs truitje met een heel leuk roesje aan de voorkant. En gewoon super cute. Maar goed, die heeft ze dus al aan. Dan deze trui. Ik vind die trui, ik moet zeggen, ik heb ook bijvoorbeeld bij de Hennes gekeken voor truien. Alleen, daar is bijna overal zit wol in. En ik ben allergisch voor wol. Dus ik kan daar echt, ik kan het niet, als zit er 1% in. Ik krijg overal jeuk en uitslag. En ik kan er gewoon niet tegen. Dus dat is geen optie. En nou ja, ik vond dat ze dat bij de Hennes bijna allemaal hadden. Ik heb wel iets besteld. Maar ja, het meeste ja, wat ik leuk vond, had in ieder geval wol erin. Bij de Mango gaat het een stuk beter. Ik kan me voorstellen als je echt een wolliefhebber bent, dat je er mega blij mee bent. Maar voor mij is het gewoon heel irritant.
Dus ik bestelde bij de Mango deze. Ik wilde al heel lang een kooltrui. Het kan ook zijn dat ik vorige week de hele week een stijf nek heb gehad. Dus dat ik daar ook heel erg behoefte aan had. Maar ik heb al langer heb ik kooltrui op het oog. Maar ik weet niet helemaal of het mij staat. Maar goed, dus ik wil het een keer proberen. Dit is een hele mooie trui met verschillende soorten patronen, zeg maar. Dus hij heeft hier breedte strepen en dan hier is zo'n beetje zo'n zo'n wijdere mouw. En dan aan de onderkant heeft hij ook weer zo'n prachtig detail. Hij is een beetje cropped. Ik vind de kleur ook prachtig. Ik ben heel benieuwd naar deze kool, want hij ziet er vrij groot uit. En ik dacht dat hij wat losser was op het model. Ik heb hier maat XS van genomen, omdat ik hem op het model vrij oversized vond ogen. Dus ik dacht, dan moet ik hem niet te groot nemen, want dan verzuip ik erin. Dus deze, dus ik ben heel benieuwd. Deze trui. Ik vind de hele trui leuk. Ik twijfel hierover. Maar misschien is het ook gewoon een kwestie van wennen, omdat ik al heel lang geen kooltrui aan heb gehad. Dan door naar ASOS en daar bestelde ik een basic t-shirt. Gewoon een heel simpel shirt, maar eentje waar je altijd heel veel plezier van hebt. En ik had het idee dat dit gewoon een toppertje was, maar ja, dat is altijd maar weer de vraag. Maar hij ziet er heel mooi uit. Niet te dun, niet te dik. Ik vind dit leuk dat hij van die opgerolde mouwtjes heeft. Ik heb hier een maat S van. Hij is van het merk Brave Soul. Uiteraard zal ik hier alles onder even proberen te linken. Het zal dan niet meer met de Black Friday korting zijn, maar er komen vast nog meer sale momenten aan. Want dat is ook altijd rond kerst, want ik weet dat wij altijd op eerste of tweede kerstdag gaat, zoals met de Zara of zo in de sale. Dus dan zitten wij ook altijd samen te kijken, een soort van ons momentje om dat dan samen in bed zitten we dat dan te doen na de feestdagen of zo. Ik weet niet of het eerste of tweede kerstdag is, altijd zo'n momentje. Sven en ik, bedoel ik dan met wij. Maar dit is gewoon een heel fijn basic shirt. En ik had op Pinterest een aantal outfits gezien die ik heel leuk vond met gewoon een basic trui. En daaronder zag je dan een klein beetje van zo'n basic shirt eronder uitkomen. En hierboven ook een beetje. En ik dacht, dat vind ik wel heel leuk staan. En dat is natuurlijk een lekkere stijl voor thuiswerken. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat werken. Want ik heb daar dus ook wat trui voor besteld. Maar de vraag is of het natuurlijk zo gaat zijn of als ik wil. Maar in ieder geval dit basic t-shirt. Dit basic white t-shirt. Love it. Ik vind het heel leuk dat die mouwtjes gevouwen zijn. Lengte is super. Pasvorm is top. Gewoon een heel fijn shirt van ASOS eigenlijk. Meer zinnigs kan ik er niet over zeggen. Dan heb ik nog een basic t-shirt, maar dan met een V-hals. Deze is van Stradivarius, maar dat heb ik dus wel via ASOS gedaan. Omdat ik ze op de normale Stradivarius site eigenlijk eerlijk gezegd niet zag. Ik heb deze in het zwart en wit, maar nu dus ook in het grijs, want ik draag deze heel veel in de zomer. Ik vind het heerlijk. Gewoon met een simpel rokje op een spijkerbroek. Je kan het overal mee dragen. Ik vind deze V gewoon heel mooi. Niet te diep, niet te iel. Zeg maar, past gewoon mooi bij mijn postuur. Ook hier heb ik volgens mij een S van. Ja. Deze vallen wel ruim. Het is geen aangesloten shirt, maar dat vind ik juist leuk. Maar het is ook weer niet. Ik verzuip erin. En vooral omdat die mouwtjes niet super wijd zijn, vind ik het effect heel mooi. Dus ja, hier ben ik ook heel blij mee. Nou, dit is ook zo'n hele fijne basic. Dit grijze shirtje van Stradivarius. Je kan het gewoon lekker in je broek stoppen. Je kan het loshangen. Ja, ik vind dit. Ik doe het meestal zeg maar zo. Vind ik gewoon heel leuk. En dit is ook gewoon lekker met een oversized vest eroverheen. Gewoon een heel fijn basic shirtje. Mooie V-hals. Ja. En dan een legging. Nou begint het echt wat kouder te worden en nou heb ik wel leerlook leggings, maar ik had altijd een dikkere, maar die is niet meer zo goed. Of niet meer zo goed, die valt uit elkaar. En dan hoorde ik dat dit een hele fijne is, maar ik zit heel erg te denken van wie ik dat nou hoorde, want het was wel volgens mij in een video, maar ik kan het me niet herinneren. Het is in ieder geval deze van New Look, ik heb hier maat 36 van. En dit is een leerlook legging met in het midden ook een zo'n naad zeg maar. En dan loopt hij gewoon helemaal zacht, of helemaal slank toe, zeg maar. En dan heeft hij dan in binnen van dat heerlijke zachte soort vliespul. Man, dat is een feest. Dus dit is gewoon heel behagelijk. Hij heeft hier een rits. Aantrekken is even een dingetje, want je moet zeg maar die voering en alles. Maar als hij eenmaal zit, dan zit hij echt als een joggingbroek en hij is heerlijk zacht. Maar hij is dus ook gewoon lekker warm en toch stylish. Dus dit doe ik dan heel graag met van die oversized truien en dan of sneakertjes eronder of biker boots. En dan is wat mij betreft een outfit helemaal ideaal. En dit vind ik dus ook top met thuiswerken. Kan je gewoon dit soort broeken helemaal prima aan. Dat zit gewoon echt lekker.
Dus ik hoop heel erg dat dat met deze ook zo gaat zijn. Maar hij voelt helemaal super. Deze broek. Fantastisch. Aankrijgen is verschrikkelijk. Want het is dus een soort, er zit een soort vlieslaag, weet ik wat, een soort zachte laagje. Maar als je hem helemaal aan hebt, voel me nu een beetje Sandy van Grease. Maar dat is, hij glimt in het echt minder dan dat hij hier nu op het scherm lijkt te glimmen. Hier zit dus een rits waarmee je hem dicht kan maken, uiteraard. En er zitten dus van die stiksels op. En omdat hij dus gevoerd is, zie je er ook niet, omdat hij dus gevoerd is, zie je ook niet allemaal hobbels en bobbels in. En is hij dus gewoon lekker warm voor de koudere dagen. Dus love it. En dan heb ik nog een groene trui. Ik heb natuurlijk laatst ook al een keer een groene trui besteld. Maar die heb ik uiteindelijk dus teruggestuurd. Zoals jullie volgens mij ook wel hebben gezien in de video. Dit is weer net een iets andere kleur groen. Ik vind het wel een hele mooie kleur groen. Het heeft een V-hals. Hij is ook van het merk Brave Soul. Ik ken het niet. Het is een maat S. Hij is niet heel lang. Het is, kropt weet ik niet helemaal. Maar hij is niet heel lang. Ik had hem dikker verwacht, eerlijk gezegd. En ik had hem ook zachter verwacht. Dit is uiteraard dus ook weer geen wol. Maar toch voelt hij niet heel aan. Maar goed, we gaan hem passen en we gaan het zien. Ik vind de kleur dus wel heel leuk. Ik vind de V mooi. En gewoon lekker basic. Dat was eigenlijk wel naar waar ik naar op zoek was. Alleen, hij voelt gewoon niet zo comfy als ik gehoopt had. Deze groene trui. Gewoon een hele mooie, simpele trui. Ik kan dus niet tegen wol. Nou, dit is volgens mij geen wol. Ik let er altijd op bij bestellen. Nee, het is geen wol. Je mag ook 40 graden wassen. Maar als je heel kriebelgevoelig bent, dan is dit het misschien niet. Maar ik denk dat het na één keer wassen eigenlijk wel beter gaat. Ik vind het model leuk. Hij is gewoon een beetje niet te lang, niet te kort. Een mooie V. Niet te diep, niet te ondiep, zeg maar. Gewoon een lekker basic truitje. Dan gaan we door naar de H&M. En daar zag ik deze basic trui. En dit was dus eigenlijk een beetje wat ik had bedacht met dat t-shirt eronder. Dus we gaan zien of dat ook daadwerkelijk zo werkt. Gewoon een simpele grijze trui. Ik weet niet helemaal, ik vind de kleur grijs iets minder fris of zo dan ik had verwacht. Maar we gaan even zien of dat aan ook zo is. Ik heb hier een maat M van, maar volgens mij was hij er niet in S. En heb ik hem dus in het zwart in een S besteld. Dus we gaan even kijken. Hij oogt vrij wijd. Het is niet een heel dik breisel, dus ook dat is een beetje, nou ja, misschien kan het net leuk zijn omdat je natuurlijk ook nog een t-shirt eronder hebt, maar hij lijkt vrij boxy, maar ja, dat is misschien ook omdat het een M is. Ben heel benieuwd. Dit is die trui. Het is niet de meest zachte trui, de Planet, maar ik dacht misschien is het wel lekker dat hij niet heel warm is. Maar dit is dus een beetje het idee wat ik erbij had, zeg maar, met zo'n wit t-shirtje eronder. Geeft het net even een beetje extra, alleen deze is dan net iets te wijd, denk ik, in combinatie met het t-shirtje. Maar goed, als je hem even zonder t-shirtje denkt, ja, hij is gewoon wijd. En ik denk als, zeg maar, voor deze stijl die ik had bedacht, is het net een iets aansluitender model beter. Hoeft niet heel strak te zitten, helemaal niet. Maar zeg maar, gewoon even net iets meer aansluitend. Dus ja, en ik vind het, de kleur grijs is het ook niet helemaal. Het komt niet helemaal over op beeld, maar het is een beetje, nou misschien is het eigenlijk wel de kleur die je op beeld ziet. Het is een beetje net niet cool genoeg grijs of zo. Dus nee. Dan heb ik hem dus ook in het zwart. En deze voelt om een of andere reden wel iets zachter aan dan die andere. Ik weet niet waarom. Dit is dus een S'je. Iets minder wijd, maar lijkt ook meteen weer ietsje korter. Maar dit kan natuurlijk ook leuk zijn met een beetje wit eronderuit en een beetje wit erbovenuit. Misschien zou grijs, dat grijs shirt ook nog wel kunnen, maar dat heeft natuurlijk wel een V-hals. Dus dan zie je het, denk ik, hierboven net niet leuk. Dus ja, ik ga deze proberen. Ja, deze voelt gek genoeg wel zachter dan die andere. Waar dat nou aan ligt, weet ik niet. Inmiddels moet je mijn haar in de grill. Is helemaal statisch geworden van al die truien. Dit is de zwarte variant van die grijze trui. Maar ja, daar slaat dit natuurlijk helemaal nergens op. Dus moet je wel eventjes negeren. Dit vind ik wel een leuke trui. Maar ook niet bijzonder. Het is gewoon een hele fijne basic trui. Niet heel warm. Dus het is gewoon lekker voor de tussendagen. Ik vind trouwens, dit krijg je dan aan de bovenkant misschien nog wel leuk. Maar dat shirt eronder is dan weer te lang. Het is gewoon een beetje een losservallend, kropt model. Of nou ja, kropt is niet helemaal het goede woord. Maar hij is wel iets korter. Want hij zit ongeveer op mijn navel.
En het is verder wel een mooi weefseltje, maar het is gewoon een heel simpel truitje. Het is ook een truitje van een tientje, dus daar moet je misschien ook niet veel van verwachten. Ja, deze. En als laatste een probeersel. Als er nou een soort broek is wat me eigenlijk nooit past, dan zijn het wel de broeken van de H&M. Geen idee waarom, ik heb er gewoon niet het figuur voor. Ik denk dat H&M echt, zeg maar meer op de, nou ja, de noordelijke kant van Europa gericht is qua bouw. En ik heb denk ik iets meer de zuidelijke kant. Geen idee waarvan, want ik ben helemaal Hollands. Maar ik heb zeg maar best wel heupen en billen. En ik heb het idee dat het bij de H&M daar niet helemaal voor bedoeld is. Maar dat is een aanname, maar dat is mijn ervaring tot nu toe. De broeken bij de Hennes, dan zitten ze te los bij mijn benen en te strak bij mijn billen. Of ze zitten niet goed bij de waist. Of het is maar altijd gedoe met die dingen. En ik heb dus eigenlijk altijd bij de Zara en de Stradivarius en zo heb ik geen enkel probleem. Dus, maar ik dacht, ik vind deze heel leuk. Ik ga hem gewoon proberen. Dit is de Skinny High Waist. Ik weet niet hoe die verder heet. Staat het ergens op. Van de Conscious collectie. Ik heb hem in een 38 en een 36 gedaan. Ik heb eigenlijk altijd een 36. Maar ik dacht, gezien de rondingen moet ik misschien een maatje groter doen. Dus ik ga ze allebei passen. Het is wel een hele mooie stevige jeans. Hij is heel donkergrijs. Wat ik er leuk aan vond is dat hij een soort splitje heeft aan de onderkant. Hier. Ik weet niet of het een beetje gaat overkomen. Maar ik ga het natuurlijk zo aan laten zien. Deze. En dat leek me wel heel leuk staan. Zeker met hakken, maar misschien ook wel gewoon met gimpjes en zo. Met mooie pumps is natuurlijk helemaal prachtig. Maar ja, wanneer ga ik die aantrekken? De komende tijd niet. Ah, misschien met de feestdagen. Je weet het niet. Doe eens gek. Maar ik vond het wel echt een hele mooie broek. Dus ik dacht, ik wil hem toch eventjes proberen. En verder gewoon is hij basic. Heeft hij gewoon 5 zakken, zeg maar. En dat is het. We gaan hem passen. We gaan het beleven. En dit is de broek met de splitjes. Ja, ik heb gewoon niet de pasvorm van Hennes. Het is gewoon dit is de 36 trouwens, maar de 38 wordt echt te groot. Want het is ook een broek met heel weinig stretch. Dus ik denk als ik hem te groot koop, dan loop ik hem heel erg uit. Ik vind de onderkant super leuk. Ik denk dat het heel mooi is met een paar hakjes eronder. Of gewoon met een paar gimpjes, maar nee, het zit gewoon niet bij mijn lijf. Ik weet niet wat het is. Het zit gewoon niet lekker ook. Het past er allemaal in. Maar het comfort is ver te zoeken. Ik zeg maar, ik kan ook nauwelijks bewegen. Ik kan voor de grap nog even de maat groter aandoen. Nou, ik heb nu de 38 aan. Ik moet zeggen, het verschil tussen de twee is echt minimaal. En dat maakt dat ik denk, nou, dan zou dit misschien nog wel kunnen. Want hij zit ongeveer net zo strak. Maar zeg maar niet, zeg maar hij zit hier gewoon net even iets comfortabeler. Maar het is niet dat hij hier veel losser zit. En dat heb ik dan meestal. Maar dat is niet het geval. En hij zit gewoon wel verder netjes. Ik vind het een beetje, kan zien, het is natuurlijk een vrij donkere broek. Ja, en ik vind die pijpjes gewoon wel echt leuk. Eigenlijk. En dat is alles wat ik bestelde. Ik ben heel benieuwd hoe het me stond en wat ik ervan hou en wat teruggaat. Want uiteraard hou ik dit niet allemaal. Sowieso heb ik bijvoorbeeld van die broek 2 maten. Ik probeer tegenwoordig wel eens van zoveel mogelijk dingen maar 1 maat te bestellen. Maar bij heel veel dingen weet ik wel, ik moet maat S hebben of maat M of maat XS of whatever. Meestal weet ik het, maar bij deze broek twijfel ik wel heel erg. En ik heb natuurlijk die trui ook in 2 maten, maar dan wel 2 verschillende kleuren. Maar ik probeer dat eigenlijk wel een beetje te beperken tegenwoordig. Maar ja, het is toch ook wel het beste voor het virus om online te winkelen. Voor het milieu is het denk ik weer iets anders. Zeker omdat ik normaal met de fiets naar de winkel ga. Dat is toch anders dan als je met een bezorgauto het moet brengen. Maar goed, ja, het is een beetje roeien met de riemen die we hebben. Ik ben wel heel blij met mijn vondst. Ik hoop heel erg dat alles leuk zit. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Mocht je dat zo vinden, doe dan vooral een duimpje omhoog en klik even op het belletje. En op abonneren eerst en dan op het belletje, zodat je altijd op de hoogte bent van mijn laatste video's. Mijn uploadschema is nog steeds niet echt helder. Ik film wanneer ik denk dat ik iets leuks heb om te laten zien. Ik kreeg ook vragen over of ik ga filmen over het nieuwe huis. Uiteraard. En ik wil ook wel dat voorproces een beetje gaan filmen.
lijkt me wel heel leuk. Dus zolang ik de spirit heb, blijf ik zeker filmen. En als ik iets upload, is het meestal gewoon op de zondagochtend om 6 uur. Dus dan weten jullie ook dat, nou ja, de kans is vrij groot dat er op zondag video's komen. Want ik heb tot nu toe gewoon inspiratie en ik heb er zin in. Nou, wat ik zei, ik heb een ringlamp besteld. Dus dat geeft aan dat ik er nog steeds goed in zit. Ja, en we zien wel waar het schip strandt. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En mocht je nog dingen willen zien, laat het me vooral weten. Een beauty routine komt er zeker nog aan. Daar hebben jullie om gevraagd. En ik wil ook opruimvideo's gaan doen. Tenminste, daar ben ik al mee bezig. Maar ik neem dan een paar opruimdingen op. En dat cluster ik dan in één video. Dus dan weten jullie een beetje wat er de komende tijd aan zit te komen. Misschien nog een leuke kerstlook. Dat is misschien ook wel een idee. Dus ja, we gaan tot nu toe blijven we gewoon lekker doorfilmen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag snel bij een nieuwe video.